En dan toch even naar aanleiding van de toespraak, een reactie misschien van jullie kant van Wopke Hoekstra gisteren in Duitsland. Waarin onze minister van Financiën toch stevige taal spreekt. En nou ja, dan mogen jullie, ik ga er geen kwalificaties aan geven. Ik vond het een opvallende speech, mag ik dat zo zeggen? Paul zegt misschien van niet. Maar stel je even voor en een reactie op wat Wopke Hoekstra, heb je het een beetje meegekregen, dames en heren? Hij zegt even, doe nou alsjeblieft mee en neem vluchtelingen op, anders gooien we jullie uit Schengen. Nou, zeg ik het heel kort journalistiek door de bocht. De nuance is aan jullie. Dirk, mag ik bij jou beginnen? Ja. Ga je gang. Dankjewel, Charles. Mijn naam is Dijkjan Epping. Ik ben Europese lijsttrekker voor Forum voor Democratie. En ik heb natuurlijk ook met belangstelling geluisterd naar de toespraak van minister Hoekstra. Ik moet daarbij aantekenen dat hij wil dat landen die niet voldoen aan het stabiliteitspact daar eventueel worden uitgezet. Dat betekent dat Frankrijk het stabiliteitspact kan verlaten. Hij wil landen die zogenoemde rechtsstaat schenden, die wil hij alle subsidies afpakken. Dan zitten we dus met Midden- en Oost-Europa. Dat is een soort van economische oorlogsverklaring aan Midden- en Oost-Europa. En om het completer maken, landen die geen asielzoekers willen opnemen, die moeten uit Schengen worden gegooid, wederom Midden- en Oost-Europa. Als er dus mensen zijn die pleiten voor opheffing van de Europese Unie, dan is de heer Hoekstra goed begonnen. En ik denk dat hij, het is inderdaad opvallend, want deze strafexercitie tegen allerlei landen zal ertoe leiden dat de Europese Unie vanzelf uit elkaar valt, want zoveel conflictstof kan de organisatie überhaupt niet verwerken. Dus als u hier bent als pro-EU, dan moet u zich zorgen maken over de heer Hoekstra. Maar jullie zijn zeer kritisch. EU, ben je nou blij met die speech of niet? Want hij haalt een beetje de kastanjes uit het vuur voor jou. Ja, ik had nooit verwacht dat hij zo eurosceptic zou zijn. Precies. Hij is bijna een wapenbroeder van Nigel Farage. Want hij kijkt niet alleen naar wat is de intentie, maar kijkt naar wat is het effect van dit. Okay. En dit is een grote strafexercitie door Europa heen. Ik wens hem veel succes. Ja, ja. Bieden we gratis lidmaatschap van je partij aan of zo? Dat kan nou, dat heeft volgens mij D66 al gedaan om totaal andere redenen. Oké, kom zo. Sofie, kom zo weer. Ga je gang. De EU doet veel te weinig om een duurzame financiële sector te bevorderen. Als dat waar is, moet je daar blij mee zijn, want jullie zijn eurosceptisch. Ja, en ook klimaatsceptisch. Ja. We hadden gisteren een grote bijeenkomst in Amsterdam met als spreker de voormalige Tsjechische president Václav Klaus. Mm-hmm. Dus we hebben ons weer kunnen laven aan zijn woorden. Ja, wij vinden eigenlijk, we zijn klimaat... Wat zei hij? Nou, hij is altijd nog klimaatsceptisch en eurosceptisch en sceptisch op andere gebieden. Mensen moeten altijd een beetje sceptisch zijn om te zien of het allemaal wel klopt, want anders zit je in een geloof en krijg je een klimaatreligie. En dat is eigenlijk wat we nu hebben, want niemand stelt het dogma's nog ter discussie. Want als je spreekt over duurzaamheid, ja, wat is dan duurzaam? En dan zie ik dat in de formule van duurzaamheid biomassa zit. En biomassa is onder andere het verbranden van afval en hout enzovoort. En dat is slechter dan bijvoorbeeld kolencentrales of gascentrales. Dus in dat opzicht klopt die hele formule van duurzaamheid zit eigenlijk vol met ongerijmdheden. En je moet vooral kijken, denk ik, naar een gezonde energiemix die haalbaar en betaalbaar is voor de burgers. En daar hoort gas bij en ik denk ook kernenergie. Maar dat mag je dus niet zeggen. De EU daarin. En dus als je kijkt naar de EU, ik kan me herinneren dat in 2010... de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso, die maakte van de Europese Unie de wereldleider in klimaatbeleid. Want dat is eigenlijk nog het enige waar de EU wereldleider in zou kunnen worden, aangezien de Amerikanen dat niet deden en nu helemaal niet meer doen. En als je dan kijkt naar de cijfers, dan betaalde de EU in de begroting, had gereserveerd van 2014 naar 2020 200 miljard euro. Dat wordt in de volgende 7 jaar wordt het dan 320 miljard. Dus de EU geeft al heel veel uit. Alleen is mijn vraag, klopt de formule? Kloppen de basisveronderstellingen van dat klimaatbeleid? En ik denk dat als je dus zo doorgaat met duurzaamheid, in 2020 is dan de norm moet dan 20% zijn. Nederland haalt dat niet, 14% is het dan, maar haalt misschien maar 8%. En begint nu met biomassa maar bomen en bossen te verbranden om het toch maar te halen. Is dat verstandig? He, dus u praat hier allemaal, u bent het eigenlijk met elkaar allemaal eens, maar ik heb het gevoel alsof ik in de katholieke kerk zit. En iedereen zingt mee in het Ave Maria, maar klopt het allemaal nog wel? Nou, dus en ik denk er niet zoveel meer die op zondag gaat zingen. Want. Nee, ik zal niet verder wat zeggen. Maar even iets meer naar de financiële, want je hebt prachtige bomen en houtversnipperaars. Maar even meer naar de financiële sector, want die betalen voor die bomen. Nou, ik vind dat persoonlijk dat de financiële sector moet oppassen dat ze niet helemaal meegaat in de mode van de dag.
Omdat als je bijvoorbeeld met bepaalde financiële producten komt, zoals extra hypotheken voor warmtepompen, kom je dan niet terecht op het terrein waar mensen op een gegeven moment die hypotheken niet meer kunnen betalen? Krijg je dan niet een soort van klimaat- of ecologische subprime mortgages? Dus we moeten dus erg voorzichtig zijn, en want de eindkosten van het klimaatbeleid komen niet terecht bij de banken of bij het bedrijfsleven. Voor hen is het een verdienmodel. Het komt terecht bij de consument en de belastingbetaler. Maar de belastingbetaler in ons systeem is een weeskind. Om niemand verdedigt die belastingbetaler. Die moet alleen maar meer betalen voor al die goede doelen. Omdat men nu heeft gezegd, klimaat, dat is het. Die kant moeten we op, ja. Hoe dan ook. En we drukken dat erdoor. Iemand van jullie, Dirk-Jan, over deze stelling. De financiële sector is de aanjager van duurzaamheid. Ja. En als het waar is, vind jij dat misschien niet goed, maar... Ja, ik zou als ik een advies zou mogen geven aan de financiële sector, is dat om die rol niet meteen te gaan spelen, omdat het klimaatbeleid, dat is grotendeels gebaseerd op subsidies en de bevolking moet dat betalen. Dus als u denkt dat dat geld uit de lucht komt vallen, van de boom groeit, dat is niet zo. Er zijn mensen die moeten werken om dat te betalen en dat is de belastingbetaler, die kent geen advocaat in politiek opzicht tegenwoordig meer. En als we kijken naar de kosten van een elektrische auto, dan zitten daar ontzettend veel subsidies bovenop. En eigenlijk de productiekosten van zo'n en de productievervuiling van zo'n elektrische auto is ook heel hoog. En we zitten hier met elkaar, we hebben het steeds over Nederland. Nou, laten we eens naar de buurlanden kijken, dat gebeurt maar zelden overigens. Duitsland is hiermee begonnen. De afschaffing van kernenergie, de bouw van windmolens in de Noordzee enzovoort. Ik was van de zomer in Bonn en ik zag de ene duwbak naar de andere met steenkolen naar Zuid-Duitsland gaan. Nou, wat hadden die duwbakken overeen? Ze hadden allemaal een Nederlandse vlag. Dus Amerikaanse steenkolen, met dank aan de heer Trump overigens, thank you very much, Mr. President, komen de kolen hier hij binnen. Hij verkoopt het graag hoor. Ja, dat zeker. En de staat West Virginia zal over hem stemmen. Ja, zeker. Dus die steenkolen, die gaan door Nederland, die gaan naar Duitsland. Want de Duitse energiepolitiek is mislukt. Daarmee ook het klimaatpolitiek, daar heeft het weinig verschil gemaakt. Men verstookt dus meer steenkool om elektriciteit te hebben. De stroomprijs is enorm omhoog gegaan. De consumenten moeten dat betalen. Maar even naar de financiële sector als aanjager van duurzaamheid. Dus dat doe ik ook. Dus ik vertel hier dat het Duitse model is mislukt. In België is iets soortgelijks gebeurd. Dat is ook mislukt. En wij gaan dat dan allemaal doen. We gaan de fouten van anderen herhalen. Je moet leren van je buurlanden, maar je moet niet hun fouten gaan herhalen. En daarom zeg ik dat het concept van het klimaatbeleid, en iedereen hier bijna aan de tafel is erover eens, behalve de heer Zijlstra neem ik aan. Men draaft erin door en draaft erin door. Maar er is één ding dat absoluut niet kan. Dat is dat wij het gas loslaten als component van de energiemix. Dat is dodelijk en dat vernielt al uw investeringen. Ik ben Iris van der Looijen, directeur van Duvas. En wij hebben ook nog wel een verzoek aan jullie eigenlijk. Want we hebben jullie wel nodig om verder te komen en verder in aanjager van duurzaamheid te kunnen zijn. En dat is meer standaardisatie op het gebied van terminologie. Het kwam even aan de orde. Wat is nou wel groen? Wat is wel duurzaam? Welke vorm van energie valt er wel en niet onder? Nou, jullie weten allemaal dat er wordt gewerkt aan een taxonomie. Een standaard. En we hebben dat ook echt nodig om verder te komen. En waar we ons zorgen maken, er zijn wel echt veel meer consumenten bijvoorbeeld die vragen om duurzaam beleggen, die toch daarin geïnteresseerd zijn. Die komen in een woud van aanbod, van impact beleggen tot aan, nou, van allerlei aanbiedingen. En we moeten voorkomen dat daar ook greenwashing in zit. Dus dat we ook op een gegeven moment misschien reputatieschade oplopen, omdat sommige producten zich, nou, jullie knikken allemaal, je kan weten, hard over. Dat willen we natuurlijk niet. En in Nederland, ik denk dat we werken er hard aan met elkaar. We hebben ook met de branchevereniging onderling heel veel overleg hierover om te komen tot standaarden. Maar we merken Europees dat dat een stuk minder vlot loopt. En dat merken jullie denk ik ook als het om dit onderwerp gaat. Dus ik wil ook een vraag aan jullie stellen. Ja. Wat doen jullie, nou stel dat je herkozen wordt, wat gaan jullie dan doen om ons te helpen een goede aanjager voor duurzaamheid te zijn? Ja, helder. Taxonomie. Standardisatie. Standardisatie in. En helderheid in termen. Hè? Ja, de standaardisatie in de transportsector is natuurlijk al erg belangrijk geweest. In dit geval, mevrouw, is het eigenlijk zo: kunnen wij een eenduidige formulering vinden, standaarden voor wat duurzaam is? En u heeft gezien dat is er eigenlijk nu niet en het komt ook steeds meer onder druk te staan vanwege het element van biomassa. Dus dat wordt een moeilijke discussie, omdat elk land ook zijn eigen energiebeleid bepaalt.
kun je niet zomaar een standaard maken. En daar is ook niet meteen een meerderheid voor. Dus de kwestie van hoe definieer je duurzaamheid, als je dat zou kunnen in een Europees verband, ja, dan ben je al een stuk verder. Maar dan begint eigenlijk de discussie. Misschien heeft mevrouw in het veld al een standaard klaar, want dat is zeer ijverig. Maar ik denk dat, dat het onder de verschillende lidstaten niet het geval is. Dus het is wel een zeer belangrijk iets. En we hebben in het verleden vaak geprobeerd standaarden te vinden. Maar ik moet zeggen dat, en dan kom ik even terug weer bij dat gas. Ik heb net de discussie aangehoord en soms denk ik van, ja, wat moet ik er nog van zeggen? Het woord gas valt hier helemaal niet. Er wordt niet meer over gesproken. Je zou zeggen een gepasseerd station. Als je zo'n station gaat passeren, dan breek je dat later op. En dat moet je dus ook niet gaan doen. Ja. Probeer nou niet iets te doen wat niet kan, of iets te scheppen dat onbetaalbaar is. En ben ik voortdurend mee bezig. En de kiezer, mag ik u waarschuwen, daar broedt een klimaatrevolte. En electoraal vertaalt hij zich. En we zullen over 2 weken zien hoe dat uitpakt. Het Europese maken van, wat Chris Buijk zegt, van het toezicht, van de regels. Ja, dan kom je dan niet in de problemen met jouw euroskepsis. Want jij wil dat niet overdragen aan Europa. Terwijl ze uit de sector zeggen, maak het toch wat Europese. Ik denk, Charles, als je dus kijkt naar de richtlijn betaaldiensten. Waar banken toegang moeten geven tot informatie over rekeningen van mensen. Als de klanten toestemming geven. Ja, je zegt, nou, ja, laat me nou even spreken, mevrouw. Dan is het zo dat je moet kijken naar welke betaalgegevens komen er vrij en wat zijn de data van de klanten. En mijn ervaring in de Verenigde Staten is op dat gebied dat er is een enorme handel in data. En jouw data komen overal weer terug. En je krijgt van alles en nog wat, reclame en dit en dat. Dus op een gegeven moment heb je geen idee meer waar die data voor gebruikt worden. Dus kun je zeggen van ja, dat is beschermd en er is toezicht op. Maar de handel en de EU of het eens met, ik ben het eens met de SP in dit geval, als dat mag. Dat mag. De heer Hoekstra. Ah, nee, we houden van verrassingen. Ja. Moet ik zeggen dat die enorme. Je bent op een gegeven moment niet meer beschermd tegen die enorme handel in data. En dat is eigenlijk in de Verenigde Staten het geval. Je bent een doelwit. Alles voor merchandising en het wordt direct op jou gericht. Maar één tussenvraagje, ook naar aanleiding van wat Chris zegt. Is het dan niet zo dat we die privacygegevens en die data waar jij over spreekt beter kunnen beschermen als we dat Europees regelen? Nou, dat hangt er vanaf hoe effectief dat is. Ja, tuurlijk. Maar we gaan eruit dat dan redelijk Europa doet heel veel dingen die zeggen, oh, dat moeten wij doen, maar die zijn dan niet zo effectief. Nee. Maar de rente is lager dan de inflatie, dus dat betekent dat iedereen zijn spaargeld gewoon langzamerhand, dat hij dus in koopkracht achteruit gaat. Ja. We zijn bezig met courieren aan symptoom, want hoe komt het dat die rente eigenlijk 0% is, laag? Nou, dat komt door de Europese Centrale Bank, meneer Tang. De Europese Centrale Bank zet die rente. En waarom doen we dat? Dat is om de Italiaanse staatsschuld houdbaar te houden, betalend te houden, betaalbaar te houden en Italiaanse banken te redden. Dat is de hele essentie van deze exercitie. En de individuele spaarder in Nederland die leidt jaarlijks een verlies van 10 miljard, een behoorlijk bedrag. En pensioenfondsen hebben al een schade gehad van 100 miljard. Er zijn enorme bedragen en iedereen denkt van hoe kunnen we elders nog wat anders verdienen enzovoort. Maar dat is overal zo in Europa. En de Italiaanse economie die loopt niet lekker, de Franse economie niet, de Duitse ook niet meer. Dus wat valt er nog te verdienen? De oorzaak, en we gaan steeds weigeren wij de oorzaak van de problemen te zien. De kern des poedels, kern, dat is het rentebeleid van de ECB. Die hebben rente als element uitgeschakeld. En dat betekent dat betekent dat gepensioneerden, vooral gepensioneerden, het gelag betalen. Mensen die willen sparen, betalen het gelag. En mensen die iets willen opbouwen met oog op de toekomst betalen het gelag. En dat is gevolg van de ECB. En ik denk ook dat, nou is zo'n directeur van de ECB, die is vrij autonoom. Maar we moeten toch in ieder geval het rente-element herstellen in de Europese economie. Dat is de oplossing. Ik wilde graag zeggen dat president Trump het uitstekend doet. Economisch gesproken is het nog nooit zo goed geweest in de Verenigde Staten. Een economische groei van 3,2%. En de werkloosheid is 50 jaar niet zo laag geweest. Mijn hoop is dus
dat mevrouw in het veld de moeite neemt om te bestuderen waarom het in de Verenigde Staten zo goed gaat en ver voorloopt op de eurozone. Ik ben ervan overtuigd dat zij de openness of mind heeft daarvoor. Maar we zullen zien of het eindelijk ook is. En de tweede is de rente is 1-2% meer tang. Ik ga niet voortdurend met u discussiëren daarover. Want dat slaat als een tang op een varken op dat moment. En ten derde ben ik voor een herijking van het klimaatbeleid. Die herijking zal er komen, niet door mij, ook niet door Forum voor Democratie, maar door de feiten. De feiten zullen dat opdringen. En zoals u hier allemaal zit, zult u geconfronteerd worden met feiten die zeggen van nee, dat kan zo niet verder, dat gas moet erin. En dat zal blijven, daar ben ik van overtuigd. Dank je zeer. Ja. Mag ik een luid applaus voor alle forumleden? APPLAUS.